taal is het de Surinaamse vlag. Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Of welkom als je nieuw bent. Vandaag heb ik weer een cleaning motivation video voor je. Ik heb gisteravond lekker alles laten liggen, want ik wist dat ik vandaag ging filmen. Dus hij zit bomvol motivatie en we hebben genoeg te doen. Ik ga vandaag heel de benedenverdieping even lekker aanpakken, want dan kunnen we er weer eventjes tegenaan. Dus ik hoop dat je de video motiverend vindt. Als dat zo is, vergeet dan zo meteen niet een duimpje omhoog te geven en je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laten we gaan beginnen. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb. Are we enemies? No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No, no. I just wanna get out of here. It's so hard to breathe, 'cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me, but now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Misschien wel leuk om te vertellen, want je ziet me misschien wel eens deze kastjes afstoffen en denkt, wat zit er in godsnaam in? Dat ik je nu laat zien wat er eigenlijk allemaal in zit. Het zijn eigenlijk allemaal souvenirtjes die Joris en ik hebben meegenomen op de vakanties die we hebben gemaakt samen. En die hebben we eigenlijk verzameld hier in deze kastjes, zodat we zo'n mooi plekje konden geven. En zeker in combinatie hier met de landkaart aan de muur vinden we het erg leuk staan. Dit kastje noemen we eigenlijk een beetje onze verre reizenkastje. Wij zijn naar Orlando geweest, naar Florida geweest en ook naar de Universal Studios. Daar hebben we deze, ja, snow globe is het een beetje. Volgens mij kon je hem origineel eigenlijk in de kerstboom hangen, want je ziet hier een sliertje eraan. Dus die hebben we daar gekocht. Eventjes denken. Het schildpadje en de schelpjes en zo komt volgens mij allemaal uit Curaçao. En dat wekkertje, je ziet het al, is de Surinaamse vlag. Dus die hebben we meegenomen uit Suriname vorig jaar. En vorig jaar zijn we ook naar Kenia geweest. En daar komt dit houtgesneden olifantje vandaan. Dan heb je deze. En dat is eigenlijk onze citytrip kastje. Uit Berlijn, uit Londen en uit Parijs. Dan heb je hier onze Europese vakanties, zo noemen we het eigenlijk maar. Ons skiliftje van Ischel, want daar gaan we regelmatig naartoe op skivakantie. En dan hebben we hier ook nog heel veel Canarische eilanden bezocht. Dus Tenerife, Fuerteventura en Lanzarote. En dan hierboven is eigenlijk, ja, heeft niet echt iets met vakanties te maken. Maar is meer met Harry Potter. Deze heb ik ooit gekregen van Koen. En de toverstaf van Hermeline heb ik gekregen van Joris. En ik heb hier ook de Philosopher's Stone erin zitten. Een memory file voor de mensen. En een vliegende sleutel hangt erin. Dus ja, die vond ik dat ook wel een leuk plekje moest krijgen bij ons in huis. Dus, en Joris vond het ook helemaal prima, gelukkig. We hadden nog een kastje over. En daar konden mooi wat dingetjes in van Harry Potter. Dus als je nu denkt, hey, wat hebben we er in de kast gezeten? Nu weet je het. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover.
whatever you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. Deze plant ben ik dus even vergeten water te geven. En dan heb ik het niet over een paar dagen, maar echt zeg maar over een week of twee. Op een gegeven moment merkte ik dat de bladeren echt ja, verschrompeld en dood waren, zeg maar. Dus ik heb besloten om gewoon de dode takken eruit te knippen. Of ja, stengels, ik weet niet hoe je het moet noemen. Het is echt zo'n hangplant. Dus die heb ik er maar uitgeknipt. En hopen dat de rest nu weer aan gaat groeien. Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Ik heb net de vaatwasser aangezet, dus sorry als je het hier op de achtergrond hoort, net als nu misschien. Ik heb gisteravond daarbij gegeten uit de airfryer, net als eigenlijk iedere andere avond. En ik wil jullie een tip geven hoe je het makkelijkste hem schoon kan maken. Als je hem niet altijd in de vaatwasser wilt doen, want ja, het neemt ook best wel veel plek in beslag. Dus ik heb hem gisteravond, wat ik dan doe, is eigenlijk heel de bak eruit halen. Wij hebben wel de XXL, dus dan weet ik dat je heel deze bak eruit kan halen. En dat ding op de bodem en het mandje kun je er helemaal uithalen. Dan leg ik hem eigenlijk gewoon in de gootsteen. En vul ik hem helemaal met warm water uit de kraan. Met een beetje afwasmiddel erin. En laat ik hem eigenlijk zo een hele nacht intrekken. En dan weet ik dat ik de andere dag eigenlijk hem alleen nog maar een beetje ja, af hoef te doen met de borstel. Maar is het grootste gedeelte er eigenlijk al van afgeweken heel de nacht. Dus dat gaat eigenlijk een stuk makkelijker. Het kost ook veel minder moeite dat je op de avond zelf eigenlijk alles heel erg met de borstel zo schoon zit te schrobben. En het scheelt heel veel plek natuurlijk in de vaatwasser. So fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this
got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. Ooh. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colorless lightning. Blowing up a thunder. Wash it over me. We got everything we need, right? Watch me. Deze video. Bij mij is de benedenboel helemaal schoon. Ik hoop dat ik jou gemotiveerd heb om ook even lekker iets aan te gaan pakken in huis. Als je de video leuk vond, vergeet hem dan zometeen zeker niet een duimpje omhoog te geven. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Iedere woensdag om 5 uur heb je een schoonmaakvideo. En iedere zondag om 11 uur heb je een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!